Stichting Sportieve Naschoolse Opvang Sportstuif biedt in samenwerking met Sport- en Cultuurvereniging in Asten voor alle basisschoolkinderen in Asten, Heusden en Ommel gratis kennismakingslessen aan. Doel van dit project is om zoveel mogelijk kinderen te laten sporten en bewegen. Voor het project zijn speciale boekjes gemaakt die door de buurtsportcoaches op iedere basisschool in de gemeente Asten uitgereikt worden aan de kinderen. Wethouder Jack Huismans en buurtsportcoach Rob Hurkmans reikt op dinsdag 29 maart de eerste boekjes uit op basisschool Het Lover in Asten. Wethouder Jack Huismans, als er wethouder is iedereen stil op school? Nou, zo lijkt het wel, maar volgens mij is het toch vooral omdat het paasweekend geweest is en kinderen weer eventjes in het ritme moeten komen. Ja, u bent hier met een speciale missie. Ja, ik ben vandaag uitgenodigd om samen met Sportstuif reclame te komen maken voor de Sport en Cultuurimpuls 2016. Want er wordt te weinig gesport? Nou, kinderen? Gelukkig is de deelname in Asten en Someren van kinderen die bezig zijn met sport is vrij groot. Dat is toch een behoorlijk hoog percentage, maar we hopen dat het percentage eigenlijk nog hoger is. En dat eigenlijk het liefst natuurlijk iedereen toch een beetje aan sport en bewegen doet wekelijks. Ja, ik kwam uit een klasgroep 8, iedereen sporten. En dan hoef je toch niet meer te sporten of wel? Nee, dus in dat geval is het inderdaad niet zozeer van misschien nog meer sport. Alhoewel, je weet het toch niet dat voor iedereen echt ook een uurtje in de week is ook niet zo heel erg veel. Dus misschien zou het bij sommige kinderen best meer mogen zijn. Maar goed, die kinderen kunnen ook kennis maken met eventueel een sport waar ze nu niet bij zijn. En waar ze toch een keer leuk vinden om eens te ervaren hoe dat is. En misschien, wie zal het zeggen, ook die sport erbij gaan doen, dan wel een keer switchen van sport. Ja. Kinderen zitten vaak achter de computer, achter de laptop. Dus de indruk wordt gewekt dat ze minder gaan sporten? Nou, dat is eigenlijk al jaren een beetje aan de gang. Hè. Dus er is al jaren echt een stimulans om kinderen aan het bewegen te krijgen. Het is ook gezond, hè. Het is goed voor je lijf en leden. Maar het betreft niet alleen sport, het is ook cultuur waar reclame voor gemaakt wordt. Je merkt het ook dit jaar. Extra landelijk ook aandacht daarvoor. Omdat ook blijkt dat kinderen die heel actief zijn op het gebied van cultuur, dat het ook heel goed is voor je persoonlijke ontwikkeling. Je ontlast ook een beetje de verenigingen. Die hoeven niet apart naar de scholen om kinderen zeg maar, te ronselen. Nou, dat is het leuke van deze actie. Want dit loopt al een aantal jaren inmiddels. En de deelname van Astense verenigingen en ook Zomerse verenigingen die is heel erg groot. En voor de vereniging is dit natuurlijk ook een manier om hun eigen vereniging nog eens goed onder de aandacht te brengen. En ik moet zeggen, verenigingen werken ook heel goed mee. Dus we hebben ook weer een heel groot aanbod van verenigingen waar kinderen toch 2-3 keer kennis kunnen komen maken met die sport of met die muziekles of met die dansles. Ja, want er is meer dan mensen denken in Asten en Someren. Ja, ik ben elk jaar weer verbaasd eigenlijk over het grote aanbod wat er is. Dus er is een heel groot aanbod, een heel verschillend aanbod ook. Dat is natuurlijk toch wel het leuke en het mooie van dorpen net als Asten en Someren, dat je daar zo'n heel gevarieerd aanbod hebt. Dus kinderen kunnen echt kiezen. En die keuze kunnen ze die maken als ze het boekje hebben gelezen of kunnen ze het gewoon het hele jaar door toch maken? Nou, dat kunnen ze natuurlijk in principe het hele jaar doormaken, maar dit is natuurlijk een extra impuls om het nog eens goed onder de aandacht te brengen. En het voordeel van deze actie is dat ze daar gratis kennis kunnen komen maken en dat die verenigingen daar natuurlijk ook goed op voorbereid zijn. Dus zodat ze ook echt kunnen proeven van wat het daadwerkelijk inhoudt. Rob Hurkmans van de stichting Sportieve Naschoolse Opvang Sportstuif. Wat is dat voor een stichting? Wij zijn een stichting die onder andere bewegingslessen aanbiedt voor basisscholen in Asten. Op dit moment bieden wij in 3 basisscholen in Asten de gymlessen aan. Daarnaast geven wij workshops aan docenten. Daarnaast organiseren wij sportprojecten voor kinderen, onder andere ook de Nationale Sportweek, sportdagen, open dagen en dergelijke. Ja, en nu ben je hier met een boekje, Sporten in Asten. Maakt het onderdeel uit van de sportstuif? Ja, het Sport en Cultuurimpulsproject is een van onze onderdelen, een van onze experimenten. Waar we eigenlijk een paar jaar geleden mee gestart zijn. Wat we eigenlijk doen met het Sport en Cultuurimpulsproject is, wij gaan samen met de gemeente en met de provincie Noord-Brabant gaan wij eigenlijk om de tafel zitten en gaan we kijken hoe kunnen we kinderen veel meer en actiever laten bewegen. Dat willen we doen door een sportboekje uit te brengen. Wij benaderen alle sport- en cultuurverenigingen in Asten. Die krijgen allemaal een gratis pagina reclame in ons boekje. Nou, die boekjes die gaan wij bundelen en die vormen wij eigenlijk in de kleuren van de gemeentes. Die gaan we uitdelen op alle basisscholen in Asten en alle kinderen. Kinderen kunnen zich inschrijven voor gratis workshops die de verenigingen, de sport- en cultuurverenigingen aanbieden. En vanuit daar hopen wij dat kinderen zich uiteindelijk gaan aanmelden en uiteindelijk dus ook leidt tot meer actieve betrokkenheid bij de sport en bij de cultuur. Zijn gemeentes? Zijn meerdere gemeentes? Ja, we zijn eerst gestart in Asten en in Midden-Delfland. Daarnaast zijn we ook bezig in Aalburg, Sint-Michielsgestel, Woensdrecht,
En er zijn een aantal projecten meer die lopen, zoals Deurne gaan we ook starten vanaf september. Zomer niet? Ook in zomer gaan we starten, inderdaad. Daar zijn we kort geleden mee in onderhandeling geweest. En ook in zomer gaat dit project starten, dus er is veel vertrouwen vanuit de gemeentes. Ja, Sportstuif, of dat boekje staat al langer, hè? Dat loopt ook altijd goed gelopen. De vereniging hebben er baat bij, zeg maar. Ja, de vereniging hebben er zeker baat bij. In 2013 tot ten opzichte van 2015, afgelopen jaar. Vorig jaar hebben er van de 2000 kinderen in Asten hebben er ongeveer 600 kinderen deelgenomen aan de cursussen. Dus dat is toch ruim 25%, waarvan er 20% uiteindelijk ook lid is geworden van een sport- of cultuurvereniging. Dus het is zeker positieve bijdrage. Asten, is er van alles op cultuurgebied en sporten? Wat missen we hier in Asten nog? Wat missen we? Sport. Qua sport, ik denk dat we al heel wat sportverenigingen in Asten hebben. Ten opzichte van andere gemeentes denk ik wel dat het redelijk gelijk loopt. Ja, kijk, in Midden-Delfland heb je ook wat meer zeilverenigingen. Dat is natuurlijk in een gemeente als Asten. In een gemeente als Asten is dat niet haalbaar. Maar ja, in principe verschillen de sporten niet heel veel van elkaar. Nee. Nou, zei er straks een kindje van, ik doe een Wii-sport. Toen was je even stil. Toen was ik even stil, ja. Ja, in principe is het zo, ja, inderdaad. Wat we ook eigenlijk een naaste doel is ook om kinderen natuurlijk van de computer weg te houden. Wij merken ook wel dat kinderen steeds meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Ze hoeven niet meer uit huis om het te bewegen. Hè. Het swipen, weten ze groep 3 voor wat het is. Ja, terwijl wij dat vroeger nog niet eens wisten, we waren veel buiten. Nou, de Wii-sport is de enige, denk ik, het enige middel inderdaad waarbij je dus kon bewegen vanaf de computer. Dus daar had het kind gelijk in, ja. Soms is buitenspelen al voldoende. En inderdaad, daar zijn we ook mee bezig. Dat is ook een van onze pijlers, zeg maar. Het schoolplein verbeteren. We willen ook op de allerbasisschool in Asten kijken. Hoe kunnen wij het schoolplein aantrekkelijk maken voor kinderen? Hoe kunnen we zorgen dat kinderen op een betere manier bewegen? Kijk bijvoorbeeld naar op schoolplein de schommel. Hoe vaak kun je het eigenlijk op een schommel in een 15 minuten pauze? Uiteindelijk is dat vaak maar één keer. Dus waarvan 13 minuten eigenlijk niet bewogen wordt. Dus hoe kun je eigenlijk met weinig materiaal het speelplein toch aantrekkelijker maken voor kinderen? En dat zal denk ik ook het bewegaanbod vergroten voor kinderen. Via het boekje kan je allerlei kennismakingslessen meemaken, maar daar moet je wel voor aanmelden. Ja, in principe is het zo dat vanaf vanmiddag kun je aanmelden voor de cursussen. Dat kan via de website www.sportimpuls.eu. Bij sommige cursussen zit een loting. Dat betekent dat er een maximaal aantal deelnemers aan een cursus vastzit. Nou, die loting die loopt eigenlijk van 29 maart tot 13 april. Op 13 april wordt de loting verricht. Dan krijgen de kinderen een bevestiging of ze wel of niet uitgenodigd zijn voor de kennismakingscursus. Dat betekent niet dat op 13 april niet meer ingeschreven kan worden. Je kunt in principe altijd door inschrijven, maar de eerste cursussen die starten al op 22 april. Dus het is wel noodzaak om zo snel mogelijk inschrijven.